Mensen allemaal meer doeners als, laat ik zo zeggen, de beleidsmakers. Dit zijn allemaal mensen die met hun handen willen werken. En die zitten allemaal hier. Dus eigenlijk heel de afdeling beheer en onderhoud openbare ruimte met het team vastgoed. Ja, die zit hier. Dus we zijn met ongeveer 75, 80 medewerkers. Ik probeer ervoor te waken dat onze organisatie zijn afspraken nakomt en dat de bewoners krijgen waar ze om vragen. En dan met name alles wat te maken heeft met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dus alles wat buiten op straat gebeurt, riolering, wegen, bermen, bossen, speeltoestellen. Als mensen daar vragen over hebben, of ze willen iets opgeknapt hebben of ze willen een opschoonactie hebben, dan probeer ik die zaken te regelen dat de afdelingen die we dan moeten hebben op tijd hun dingetje doen. Ja, tevreden bewoners, hè? En de bedankjes die komen en dat je kunt laten zien dat ambtenaren, hè, die altijd negatief in beeld worden gebracht, toch prachtige resultaten kunnen boeken samen met bewoners. Dat is het mooie. Er wordt altijd negatief gesproken over de overheid, maar ik vind juist een uitdaging om te laten zien dat we wel onze afspraken naar kunnen komen. En dat we in de moeilijke tijden waarin we nu verkeren, toch een hele mooie openbare ruimte buiten kunnen bieden aan onze inwoners. En daar ben ik best trots op om dat voor elkaar te krijgen. Ja.